Hallo, mijn naam is Renier Stoutjesdijk. Wij staan hier vandaag bij Jacob Branderhorst in Hank. En hier zijn we eigenlijk op het perceel met verschillende soorten groenbemesters die in het najaar gezaaid zijn, die over de winter zijn geteeld. We hebben hier het doel om de groenbemester te verkleinen en om een egaal zaaibed te creëren voor de suikerbieten. We testen 5 à 6 machines en die testen we vooral dus op een ondiepe grondbewerking. Dat is eigenlijk het doel wat we willen creëren. In ieder geval minder diep als 5 centimeter. We zien van het jaar dat de grond best hard is, dus dat we een redelijke diepte soms nodig hebben. Maar proberen als doelmaat te streven rond de 2-3 centimeter aan diepte klaar te leggen. En eigenlijk zo een mooi fijn zaaibed te creëren om in ieder geval suikerbieten in te kunnen zaaien. Daarvoor hebben we een heel aantal machines die gedurende volgende filmpjes ook weer voorbij zullen komen. Vorig jaar hebben we op deze locatie en bij Dingeman Burgers ook een dergelijke proef uitgevoerd. Ook deze filmpjes zijn terug te zien op YouTube. We hebben hierbij vergelijkbare machines getest en nu weer nieuwe machines. Ook zie je dat we bepaalde machines hebben getest, maar dan weer anders uitgevoerd hebben. En dat we dit jaar toch met een ander en moeilijker jaar zitten om machines te testen. Dus eigenlijk wel heel leuk om nu het vergelijk mee te nemen. Wat we vorig jaar heel erg zagen is dat een aantal niet aangedreven machines toch slechter uit de test kwamen. Dat komt puur door het niet fijn genoeg krijgen van de grond of het niet volledig afsnijden van de grond. Ook zagen we vorig jaar een aantal zaaibedbereiders waarvan de ruimte tussen de machine en tussen de tanden te klein was, waardoor je bij het telen van de groenbemester over de winter hou je altijd gewasresten in het voorjaar. En deze gewasresten in het voorjaar gingen eigenlijk te veel stroppen bij deze machines. Vandaar de keuze om deze machines niet weer opnieuw terug te laten komen en te kiezen voor de machines waar we toen een goed gevoel bij hadden. Daar zijn we mee verder gegaan.